Lieve onder familie en welkom weer bij deze nieuwe video. Gaan we vandaag een verhaaltje vertellen, of niet? Hey! Voordat ik met deze video begin, heb ik nog een leuke mededeling voor jullie. Want zoals jullie zien, heb ik mijn eigen merchandise aan. Dit is de gekropte hoodie, super tof. En ik heb nog veel meer toffe merchandise voor jullie in de aanbieding op de onneshop.nl. Dus ben je benieuwd, neem vooral een kijkje. Oké, ik heb spijt gehad van een tatoeage. Hier zien jullie mijn tatoeage, hoe deze eruit zag. Er staat The Good Memories of For the Tough Times. Deze tatoeage heb ik 6 à 7 jaar geleden laten zetten. En dit heb ik speciaal laten doen voor een vriend van mij die zelfmoord heeft gepleegd. Dat heb ik toen redelijk impulsief gedaan. Letterlijk 3 dagen na zijn dood. Ik heb niet goed nagedacht over de tekst. Niet goed nagedacht over de plek. En niet goed nagedacht over waar ik het liet zetten. Want ik liet het zetten bij een tatoeagezaak die hier in de buurt zat. Maar die niet echt goed was. Het lettertype klopt niet. Daarbij kwam ook nog eens dat zoveel mensen ernaar vroegen, omdat het natuurlijk op zo'n opvallende plek zit. En ik werd er eigenlijk een beetje gek van. Dus een tatoeage wat qua betekenis heel mooi moest zijn, werd een tatoeage die ik niet meer mooi vond, omdat die gewoon niet mooi gezet was. En die voor mij een last werd door de vragen die erover werden gesteld. Veel mensen vragen zich af, deze tatoeage heb je toen voor die vriend van jou gezet. Waarom haal je dat weg? Dat kun je toch niet over je hart verkrijgen? Een tatoeage met zo'n speciale betekenis moet gewoon een mooie tatoeage zijn. Als je dan een eerbetoon voor iemand laat doen, doe het dan goed. Of ik me daar schuldig over voel? Nee, ik ken hem goed genoeg om te kunnen zeggen dat hij dat echt niet erg zou vinden als hij nog had geleefd. Of dat als ik nu met hem kon praten. Dus ik wilde deze weghalen en er iets overheen laten zetten. Deze vriend van mij blijft voor altijd in mijn hart. Dus of die tattoo nou weg is of niet, het gaat niks veranderen aan mijn gevoel erbij. Bij de situatie, bij hetgene wat ik heb meegemaakt met die persoon. Dus wat dat betreft is het maar een plaatje. Een tijdje geleden, ik denk dat het alweer 2 jaar geleden is bijna, dat ik een video met Jill heb gemaakt over onze tatoeages. En dat ik heb uitgesproken dat ik spijt had van een van mijn tatoeages. Maar wat tatoeage voor spijt? Deze. Ik wil hem ook heel graag laten lezen, want het is ook weer een tekst. Hier, ik kan niet zo goed. Er staat ook iets heel persoonlijks. Het is niet mooi gezet. Het is een lelijk lettertype. De tekst is zo opzichtig. Het is geen lelijke tekst. Het is ook wel een mooie gedachte erachter. Maar ik wil gewoon graag hier iets moois. Anders. Ik wil kunst. En dit zorgt ervoor dat het een beetje belemmert. Dus ik wil hem lezen, maar ik schijt in mijn broek. Naar aanleiding van die video ben ik gemaild door het Nationaal Huidcentrum. Dat zij mij wel wilde helpen. Nou, contact gehad en ik dacht, oké, let's do this. Ik heb wel horrorverhalen gehoord over laseren, dat het best wel heel erg pijnlijk zou zijn. Dus daar heb ik me best wel goed op voorbereid. Maar september 2017 ben ik dus met mijn eerste sessie daar gestart. Het Nationaal Huidcentrum zit in Bussum. Zij hebben een speciaal soort lasertechniek. Ja, dat wilde ik natuurlijk dolgraag uitproberen. En laten we maar kijken naar mijn allereerste ervaring met de laser. Ik ben aangekomen in Naarden, Bussum. Ik ben bijna bij het Nationaal Huidcentrum. En ik word wel een beetje nerveus, want straks doet het super veel pijn. Oh, dank u wel. Wat lief. Wat een leuke hond. Ja, dank je wel. Wat lief. Ik krijg een complimentje over mijn haar. Dag. Nou, dat is lief. Dat doe laseren. Let's go. Let's do this. Ik pomp in mijn broek. In heel veel leuke kleurtjes. Ik ben er. Goedemiddag, ik heb een afspraak. Oké, dank je. Vervolgens moest ik een medisch formuliertje invullen om te kijken of je geen allergie had, et cetera. Vragen over je huid, je medische achtergrond. Voor elke sessie maken wij een foto, zodat we de foto's telkens naast elkaar kunnen zetten voordat de behandeling begon. Dan ga ik hem even opmeten. Dit is Dominique. Dominique was degene die mij heeft geholpen. In deze video gaan jullie haar eigenlijk telkens zien op het moment dat zij een behandeling bij mij doet. Maar ze is echt super lief. Heel erg fijn om dat bij haar te laten doen, omdat ze echt mensen gerust kan stellen. Toen was het tijd voor de laserbehandeling. En voor de eerste tikken met de laser op mijn tatoeage. Nou, als ik hem spreid, dan kan ik wel zien dat hij een klein beetje verdikt is. En dat het een beetje parelmoerig opkleurt. Dat betekent dat bij het zetten van de tatoeage, dat is eigenlijk ook een wond al, dat er wat littekenvorming is ontstaan. Het is geen bezwaar voor de behandeling, maar het is wel zo als je de inkt wegschiet, dan gaat het litteken meer opvallen. Oké. Dus ik zie niet, gelukkig niet heel veel relief, maar ik zie dus wel littekenvorming. Dus daar moet je wel rekening mee houden dat het dus wat meer, Nou, daar komt het overheen, dus dat scheelt. Ja, precies. Dus waarschijnlijk ga je dat niet zien. Ja, oké. Oké, nou dan ga ik hoor. De allereerste behandeling. Nou, het is natuurlijk niet meteen weg. Iets van 6 keertjes.
Ja, drie tot zes. Vier tot zes keer. Zes keer gemiddeld. Nou, ik ben een beetje bang. Klein beetje. Ja. Geef je alvast de bril, die is ter bescherming van je ogen. Oh. Kijk wel hip. Oh jee. Ik ben een beetje bang. Ik ben echt bang dat de eerste, dat het me zo, dat het zoveel pijn doet in mijn arm wegschiet of zo. Nee, wat ik eerst ga doen is dat ik twee of drie pulsen ga zetten. Dat je even daaraan kan wennen. Dat je weet wat het is. Mm-hmm. En daarna ga ik verder. Oké. Okay. Ik ga het dus allemaal lekker koud maken. Nou, dan zet ik nu de eerste pulsjes. Komt ie. Oh jeetje. Je ziet ook echt letterlijk hoe erg ik verschiet van de pijn. Die eerste tikjes waren echt een hel. Hoe voelt dat voor jou? Heftig. Heftig? Oh jee. Oh my god. Ik ga nu verder en dan doe ik een klein stukje. Tenzij jij zegt, het is me echt te veel, geef het dan even aan met een woordje stop. Oké? Ja. Dus ik doe een klein stukje. Ik ga gewoon door met ademen. Oh, wat heftig. Een hele mooie huidreactie. Dus we kunnen op deze stand verder gaan. Oké. Gewoon doorgaan met ademen. Mooi naar je buik. Hier. Oh. Oké, het begint te wennen. Maar het begint te wennen of zo. Ja, het is ook een beetje die eerste schok, weet je wel. Ja. Even een controle rondje. Hier, een klein puntje. Het is niet niks, hè? Nee, het is wel pittig, maar het eerste prikje is vooral echt heel heftig. Het ruikt ook een soort verbrand, of kan dat niet? Ja, zeker als het echt zwarte, dikke inkt is. Oei, 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 dat was heel apart. Nee, het is ook, echt verdoofd ook wel. Ja, komt ook natuurlijk door die kou, hè? Het voelt ook wat schrijnend, denk ik, hè? Eigenlijk wordt het ook, het is meer dat die inktdeeltjes die knallen als het ware uiteen. Dus het is ook geen verbranding van de huid. Dit is wat ik nu thuis ook moet doen. Ja, dus je doet eerst de zalf. Ja. Dan het vette gaasje en dan het gewone gaasje. Ja. Dat is wel vet schrikken. Maar we hebben het overleefd. Nou, wordt lekker ingepakt. Zo, nou, daar zit je dan mee in goede gedrag. Nou, kijk jongens, ijspackje erop. Ik ben er weer klaar voor om naar huis te gaan. 8 weken herstellen en daarna kom ik weer opnieuw. Toen zat het erop en eigenlijk ging het herstel heel erg goed. Er moeten altijd 2 maanden tussen de behandelingen in zitten om het te kunnen laten helen en het herstellen. Dus 8 weken later was het tijd voor mijn tweede behandeling. Jongens, onderweg naar afspraak nummer 2. Tattoo laseren. Schijt in mijn broek. Ik kan me nog wel een beetje van de vorige keer herinneren hoe het voelde. Dat is geen pretje. Mijn hart ziet echt uit als een roze, roze stroom, maar goed. We beginnen natuurlijk weer met het maken van een foto. Precies van je lijf afgenomen. Dan ga ik hem even in de computer zetten en gaan we gewoon even naar elkaar kijken wat de voortgang is geweest. Wow. Het is echt een groot verschil, hè? Als je het zo naast elkaar ziet, dan zie je het pas echt goed, ja. Nou, ik ben benieuwd wat het nu gaat opleveren dan. Je zit ook liever liggen. Je mag ook een beetje rechter komen als je wil. Iets ja. Zal ik je deze even geven voor de andere hand? Kijk jongens, squishies. Squishies. Dus ik ga eerst even 2 of 3 pulsjes zetten. Dan mag je eventjes weer ervaren hoe het is en daarna ga ik verder. Oh, jezus. Ja, je ziet hem wel weer dat hij hem goed heeft gepakt, hè? Ik ben het weer overleefd, hoor, ja. Nou, mag je de bril aan mij geven? Oh, joei. Het stressballetje goed gemaakt. Ja, het is echt helemaal warm geworden.
Zo'n laserbehandeling gaat dus super snel. Ik denk dat je misschien maar 5 minuutjes echt onder die laser zit. Het is wel zo intens dat ik liever getatoeëerd word voor uren op de meest pijnlijke plek die er is, omdat ik onder die laser zit. Want het is echt geen kattenvis. Tijd voor behandeling nummer 3. En we beginnen natuurlijk weer met het vergelijken. Ja, de vorige keer had ik nog roze haar. Komt ie weer? Ben je oké? Ja. Ja? Ga ik verder? Oh, dit is echt de meest heftige keer, denk ik. Wat was hem hier? Oh, jeetje. Ik weet niet hoe het komt, maar dit keer was het denk ik wel de heftigste keer tot nu toe. Het is in ieder geval weer gedaan. Oei, ik proef het ook. Ik weet niet wat het was, maar de derde keer dat ik daar kwam, had ik zoveel pijn. Het is alsof ik het toen heb onderschat of dat ik niet lekker had geslapen of dat ik gewoon niet helemaal fit was of zo. Maar mijn lichaam reageerde er gewoon een stuk heftiger op. Ik had echt heel veel pijn. Het herstel, ja, ging eigenlijk gewoon wel goed. Het is ook best wel normaal dat je blaren krijgt, maar zo ziet het er dus uit na een dag. Ik had misschien wat beter kunnen koelen, maar dit kan dus wel gebeuren dat je blaartjes krijgt door zo'n laserbehandeling. Dat is logisch. Ene keer had ik het wel en de andere keer had ik het weer niet. Maar de derde keer was toch wel het ergste. En ik denk dat het ook komt omdat mijn huid gewoon wat heftiger op die sessie reageerde of zo. Ik weet niet waarom. Misschien heeft het een bepaalde reden. Dat weet ik niet. De derde keer deed ook gewoon wat meer pijn. Ja. Blaartjes. Het hoort er allemaal bij. Ook dat is natuurlijk helemaal goed gekomen. En een tijdje later was het dan tijd voor sessie nummer 4. De allerlaatste. Ja, dat is goed wel. Ja, het is ook wel weer voorbij. Ja, wauw. Van de eerste keer. Zo. Vergeet je bijna hoe het eruit ziet. Ja, joh. Zo. Echt wel een heel groot verschil, hoor. Het was die lelijk ook. Gaan we weer. Ik ben oprecht nu wel een beetje nerveus, hoor. Nou, ze gaat het voelen. Nou, hij is klaar. Eerst even een paar tikjes. Gaan we. Blijf goed door ademen naar je buik. De rest is natuurlijk ook dat je pijngrens elke dag net weer wat anders kan zijn. Ja. De ene dag is wat gevoeliger dan de andere dag. Ja. Dat was het weer eventjes. Ik hoop dat dit dus de laatste keer is. Want het is gewoon geen pretje. Maar deze keer viel me reuze mee. De vorige keer was het echt super, super pijnlijk. Ja, nu was het eigenlijk redelijk te doen. Maar het blijft toch wel even een rot gevoel. Hè? Dit was eigenlijk mijn laserbehandeling en ik ga jullie nu het resultaat laten zien, denk ik na een half jaar. Ik heb best wel lang gewacht om deze video te maken, omdat ik eigenlijk eerst wilde dat die werd gecoverd en dat het één video werd, dus laseren en coveren. Ik heb me toch bedacht, ik heb wel al een afspraak voor een tatoeage in zicht, die heb ik ingepland. Over een paar weken gaat hier iets overheen, maar ik wilde dit eerst met jullie delen, zodat we dan weer kunnen kijken hoe die wordt gecoverd. Ik had namelijk ook nog niet echt een idee wat er overheen moest en vorige week kwam ik ineens op iets. Dat hou ik nog even geheim. Maar dat zien jullie denk ik over 2 weken wel. Alle sessies op een rij. Is dit nu het resultaat? En je ziet nog wel iets, maar het is niet veel meer. Ik krijg ook vaak de vraag op Instagram of ik mijn tattoo blur met een filter. Veel mensen denken namelijk dat ik het zelf wegwerk met Photoshop. Maar nee, ik kan ook wel zien hoe sommige stukken echt zijn weggevallen en dat hier nog best wel zichtbaar is. Maar dit valt allemaal te coveren. Dit is al gewoon voldoende om er iets overheen te zetten. Dus ik ben heel blij. Mochten hier nou mensen naar kijken die er ook over nadenken om hun tattoo te laten laseren of andere huidbehandelingen te willen doen, ze doen nog veel meer, ga dan naar het Nationaal Huidcentrum. Linkje staat onder in de beschrijving. Hier bij alle foto's nog eventjes op een rijtje, dan kunnen jullie zien wat het proces heeft gedaan door de sessies heen. Ik zie
je natuurlijk aankomende vrijdag weer met een gloednieuwe Leuk of Meuk. En over een paar weekjes weer met een tattoo vlog. Dus hou het in de gaten. Ik hou het nog echt eventjes een verrassing wat het gaat worden. Ik zie jullie snel en bedankt voor het kijken. Toedeledokie! Dikke doei! Tot de volgende keer!